Je kon daar zo over kijken, weet je nog, die lange straat? Dan lag ik naar de wolken te kijken. En dan zei jij dat de hemel aan het eind van de straat was. 1, 2, 3, 4, 5. Het is de zoveelste keer dat dit me overkomt. Dus een melding van het Westland ziekenhuis. Kan jij mee? Lijkt wel alsof ik het aantrek of zo. Uit het onderzoek is verder gebleken dat er zich in korte tijd 6 sterfgevallen hebben voorgedaan. Hey. Steeds dezelfde verpleegkundige dienst had. Het kan geen toeval zijn. Jezus. Engel des doods wordt ze ook wel genoemd. De van seriemoordverdachte verpleegster Lucia de B. is vandaag gearresteerd. Je helpt die kinderen, dat vind ik heel begrijpelijk. Ik wil je niet zien lijden. Ik wil mijn advocaat. In Amerika veroordelen ze criminelen op basis van een daderprofiel. Maar slechte jeugd, misdaadboeken, compulsies, dat zijn allemaal kenmerken van een psychopaat. Niemand kan jou maar redden, hoor. Als één moord bewezen is, dan is de rest aannemelijk. Als je dit werk lang genoeg doet, dan kom je er vanzelf achter dat de mens weinig nodig heeft om slecht te zijn. En om goed te zijn. Alles is gebaseerd op aannames, roddels en ondeugdelijk bewijs van het OM. We hebben een vergissing gemaakt. Ben je soms vergeten voor wie je werkt? Wat zal ik wel zeggen, man? Nina, luister, schat. Ik kan misschien aan nieuwe informatie komen. Dat iedereen weer alles uit de kast kan halen over Lucia? Dat redt ze niet! Zij weten dat ik onschuldig ben. Maar dat gaan we niet redden. Ik heb het niet gedaan!